Geef ik jullie de optie om te stemmen op drie keuzes. Drie keuzes. Drie keuzes. Optie 1 is dek van hun kijken. Optie 2 is terugbrengen van de Let's Play serie. En optie 3 is terugbrengen van de Let's Play serie, maar met een nieuwe Let's Play-kanaal of -kanaal-account. En jullie hebben gesproken. Jullie hebben gestemd, maar de winnaar van de nieuwe serie op mijn kanaal is Dek van mijn kijker. Yo man. Welkom bij een nieuwe video, hier op Trap Corpzaal vandaag. Spelen we Clash Royale en jongens, jullie hebben het gezien in de intro. De winnaar is Dek van een kijker. Dus sowieso elke week één keer en als ik er heel veel zin heb en heel goed geliked wordt. Dus laat allemaal een like achter, ook als jij gestemd hebt voor Dek van een kijker. Maar als het heel goed geliked wordt, heel goed bekeken wordt, ga ik er misschien twee keer in de week van maken. Maar dat moeten we natuurlijk allemaal nog zien. En ik heb een beetje voor mezelf de regels bedacht. Ik ga de hele tijd het deck kiezen dat de meeste likes heeft. Waarom doe ik dat? Dan kan het een leuk deck zijn. Dan kan het een deck zijn dat jullie leuk vinden. Dus ik sconder jullie lekker door de reacties. En hey, hey dat, dat, mij, mij lijkt het echt leuk als Floris met dat deck gaat spelen. Geef het een like. En het deck met de meeste likes ga ik elke week kiezen. Tenzij het een deck is met alleen maar spels ofzo. Een heel raar deck. Dan ga ik het niet kiezen. Of als het een deck is waarmee, waarmee ik um, die uh, kaart die erin zit heel erg underleveld heb. Dus ik ga nu eventjes laten zien welke kaarten ik op level heb, dan kunnen je dat ook zien. Als het um, epics moeten minimaal level 3 zijn, vind ik om mee te spelen. Uh, Commons minimaal level 10 of 9 kan ik nog accepteren, maar liever 10 eigenlijk. En uh, rares moeten minimaal level 7 zijn en legendary is natuurlijk 1. Dus uh, jullie weten nu mijn kaarten. Ik scroll er nu eventjes doorheen, zo, 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 zo. En dan kunnen jullie daar een beetje een deck maken of misschien is je eigen deck wel. En je. hey, Floss heeft die kaart geüpt. Dan kan ik die lekker gebruiken. Maar wat is het? Welk deck is het nou geworden? Het is dit deck geworden. Want dit deck had, ik ga hem even bijpakken, 13 likes. Dat was op dit moment het meeste. En er is van meneer de kijker en hij zegt, als het deck van een kijker wordt, wat het dus geworden is. Uh, hoop het wel, maar wil je dan mijn deck kiezen? Het is Miner, hé, hey, zit erin. Lumberjack, ja hoor. Prinses, Inferno Infernatoren. En een Ice Spirit. En een Zap. En als laatste de Step Goblins. Met dit, ik ben met de deck nu bij 3400 met een level 10 account. Doe je lekker meneer de kijker. Voor meer info, ik zit in de clan Dutch Nations. Oh, als jullie Dutch Nations willen joinen, ga lekker naar zijn clan. En heet Naamloos. Hij heet dus Naamloos, hij heeft geen naam. Oké. Okay. Apart. Alvast bedankt en veel succes als je de mijne kiest. Nou, bedankt voor jouw vele succes. Wij, gaan, uh, wij hebben die van jou gekozen, want hij heeft er gewoon de meeste likes. En wij gaan gewoon kijken of we dit kunnen doen. Gelukkig hebben mijn, uh, deze drie Legendaries wel allemaal level 2. Ik heb alles geüpd van dit de deck. Maximaal wat ik het kan uppen, natuurlijk. Dus dat is fijn. En we gaan het zien. Ik zit nu best wel hoog voor mij mijn 41,90. Ik zit uh, net geen 100 onder mijn record. En uh, het is nog uh, begin van het seizoen. Nou, ik zit midden in het seizoen. Dus. Ik vrees dat het niet zo goed gaat. En ik zie, ik vind het deck, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet hoe ik dit moet stoppen, dit deck. Of hoe ik um, grote, ja, ik weet, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe ik in ieder geval damage überhaupt moet gaan doen nu. Maar we gaan het allemaal zien. Um, Prinses hoog. Geef me tips, meneer de kijker. Want ik heb echt geen idee hoe we dit spel, uh, dit, spel dit deck moeten gaan spelen. Ik denk dat het gewoon heel veel, het is een heel cheap deck. Het is 2.8 en we hebben een Inferno toren. Dus ik kan het lekker tegen die Royal Giants. Ik denk dat we gewoon heel veel, kijk, oh, nou, nou, we doen wat damage. Oeh, dat is fijn. Wij doen daar heel wat damage, echt. Daar verbaas ik mezelf gewoon over. Oh, en dan komt hij dat. En dan ga ik dit doen. En dan ga ik hem wegloggen. Oh, alsjeblieft. Ik wil zeggen, inferno toren. Ga nou alsjeblieft op die... Nee. Oh, Floris. Je bent zo dom. Je bent zo dom. Je duwt de Royal Giant weg. Waardoor hij uit de range gaat van de inferno toren. Waardoor... Hij de Feuertoren heel makkelijk kan killen. Waardoor we nu heel veel damage op ons hebben. Kop. Stop dit eventjes. Oh, wat ben ik nou dom aan het doen, jongens. Sorry, sorry, sorry. Dit is echt slecht. 828 bij zo'n kleine push. Ik had dit echt nooit, dit had nooit mogen gebeuren. Maar we gaan, het, we gaan het goed maken. We gaan het goed maken. Niks getreurd. We gaan het tegenhouden. We weten nu wat zijn kaarten zijn. We gaan er gewoon vol voor. Maar dit was. Verschrikkelijk slecht verdedigd van mij. Kijk, kijk, kijk. Dit is zo'n push waar hij niks tegen kan doen, hè? Dat zie je nu weer. Weer heeft hij met best wel veel moeite dat uh, verdedigd. Met drie minions. En waardoor we toch wel wat damage deden. Hé, hey, daar is Roll Giant, vriend. En nu is de Invulator wel op tijd. Kijk, dit is een prima timing van de Invulator. Gaat hij iets zappen? Dan heb ik mijn Ice Spirit, ja. Willen we dit doen? Wil ik dit doen? Nee, ik wil het niet doen. Mijn keuze is het niet te doen. Hoeveel moeten we incasseren? Twee schoten. Om één elixir te besparen. Misschien had ik toch wel even die Ice Spirit moeten droppen. Weer gooien we dit. Weer gooit hij die lock. Maar toch hebben we één elixir gedaan. Even één um, schot ge gedaan. Nou, dan gooien we even de Ice Spirit. Dan vriest die Ice Spirit de toren als het goed is. Ja, hoppa. Dan doen we weer wat damage ermee. Helemaal top. Dan ga ik dit eventjes. Uh, Weg doen. Zo, dan doe ik even de Lumberjack achterin. Want nu komt zijn Royal Giant. Goedemorgen Royal Giant. Zo, en hij is weer neer. Nu ga ik hem wel vriezen. Ik wil echt eventjes um, geen enkel risicootje nemen. Gooi ik nog even goblins. Kijk, die goblins gaan nu reetje en weg is die Royal Giant. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hoge Prinses. Ik denk dat we sowieso 1-1. We, we pakken sowieso die toren daar. Gooi even een log. Oei, je we moet wel oppassen natuurlijk voor zijn um, voor onze toren. Nee, 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 nee. Nee, ik ben te laat. Ik, ik ga hem niet droppen. Ik ga hem niet droppen, waarom niet? Ik was te laat. Die toren was sowieso weg. En dan ga ik dit wel even zeppen. Zo, dan zijn we in ieder geval ook af van die uh, speergoblins. Of de speergoblins. Van die. Um, uh, hoe heet die dingen ook weer? Die uh, minions. Zo, en dan. Ik, kijk jongens, jullie kunnen wel zeggen. Dol, je we moeten verdedigen. Nee, ik had dit niet op tijd kunnen verdedigen. Wat ik nu kan doen, is verdedigen en één counter push maken. Maar die grote counter pushes kan je niet echt maken met dit deck. Ik ga even freezen nu, zo. En dan zijn we in ieder geval een beetje af van die Royal Giant. Um, hoe gaan we hier doorheen komen? Ik denk weer gewoon deze kleine push. Met nu een prinses hoger. Dan gaat hij... Als hij zijn minions dopt, heb ik zap. Drop je minions. Daar zijn ze al. Jammer, prinses was al op de toren. Maar we doen wel wat damage. We doen wat damage. We doen wat damage. Ik ga nog een inferno toren neerzetten. Puur omdat ik weet dat daar zijn Royal Giant is. Nu hebben we zelfs dubbel. Maar dan gooien we even snel even goblins erop. Zo zappen we dat. zeppen we dat. Um, wat is uw verstandigste... Oké, okay, Ik denk een log. Ik denk een log. Moet ik dit zeppen? Is dat het nodig? Is dat het nodig? Uh, 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 ik weet het niet. Ik ben nu echt helemaal, helemaal aan het stressen. Inferno neer. Voordat hij nog een roll uit neerzet. Hij hoeft echt een heel klein beetje damage te doen. En het is al voorbij. Maar wij hebben ook heel, we, we hebben heel, uh, we hebben heel weinig tijd nog. Kom Ik moet snel doorschakelen naar nog een inferno -toren. Anders zijn we de lul. Anders zijn we de lul. Oké. Okay, we kunnen nooit meer doorschakelen. We kunnen nooit meer door. We moeten dit zappen. Nee, Nee. 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 En waar was die fout? Ik weet het wel. Jullie weten het ook. Die fout was daar links onderin. Ah, dat hij op 828 kwam. Dom, 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 dom. Wel een lekker dekje. Wel een pace dekje. Het is een snel dekje. Baden. Oké, okay, nou, voor een potje. Ik heb hoop nog. Ik heb nog hoop dat we... We gaan drie potjes doen, trouwens. We doen elke aflevering drie potjes. Tenzij ik wil dat er meer zijn. Maar minimaal drie potjes. we gaan kijken. Oh, ik miste die goblins. Ik dacht ik had gewacht dat hij hem achter de toren deed. Maar dat deed hij niet. Oké. Okay. Nou, oké, okay, dan doet hij dat. Prima. Prima, prima, prima. Ik heb die Lumberjack niet zo heel veel gebruikt, bedenk ik nu. Ik denk dat het wel een heel belangrijke kaart is in dit deck. Maar ik heb hem niet veel gebruikt. En ik, volgens mij heb ik mijn iceburst te vroeg gedropt. Nee, ken ik niet. Oké, okay. daar komt zijn. Um... Ik wist het. Ik wist het. Ik wist dat hij hem troll zou doen. Dus daardoor wacht ik extra lang. Maar toch miste ik hem. Jammer, jammer, jammer. Doe even de Lumberjack. Hij is heel irritant die Furnace. En ik hoop nog niet dat we weer te maken hebben met een. Um... Een Royal Giant deck. Dat hoop ik nou niet. Ik denk het ook niet. Want het is niet echt een uh, ideale opstelling voor een Royal Giant. Dan wacht ik eventjes. Zo. Oh, dan kan ik niet. Dan kan ik die goblins. Ik... Waarom doe je dat dan? Waarom doe je dat dan? Als je dat niet kan. Ja, ik wist niet wat ik anders moest droppen. Uh, jammer. Oké. Okay. Uh, we, nou, we gaan hem even minen via de andere kant. Hij is weer aan het huilen. Ik weet niet wat hij daarmee wil. Oké. Okay, Lumberjack neer. Zo. We doen wat chip damage via de linkerkant. Dat is altijd fijn natuurlijk. En zo slecht zijn we er ook niet voor. Nu wel een beetje slechter. Uhm. We gaan dit loggen en we gaan een prinses inzetten. En dan wachten we eventjes zo, dan is die dood, ja. En dan dacht hij even dat hij niks meer had, maar ik had ook gewoon gezellig een zapje. Ik had een zapje meegebracht en hoppatee, we houden, het, we houden het clean, we houden het lekker 2045, wat net ook op stond. Ik vind hem irritant aan het worden, ik ga hem even uitzetten. Maar kom cool op, ik wil dit winnen. Ik wil dit winnen, al is het alleen voor meneer de kijker om te laten zien dat zijn deck wel gewoon goed is en dat ik geen noob ben. Oké, okay. concentratie, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we zo even een mini-pushje weer gaan doen. Ik verwacht zijn um, furnace ieder moment. Ja. Goedemorgen, furnace. Dan gooi ik even mijn ice spirit. Gaat hij naar de furnace? Ik hoop het niet. Nee, gelukkig gaat hij niet naar de furnace. En ja, hoe wil je dit verdedigen? Ik vind het heel irritant. Die furnace kan ik niet echt neerhalen. Ik ga, denk ik, uh, prinses zo doen. En nu weer dubbel, dubbel elixir. En ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Want hij komt er ook nog niet echt super erg hard doorheen of zo. Oké, okay, dan gaat hij dat loggen. Dan moeten we nu even onze miner op defense. Anders zitten we daar de problemen. En we zitten ook via links een beetje de problemen. Nou, ook oh, wel, dat maakt er niet heel veel uit. Maar uh, loggen we dit zo. Dan raakt het nog wel een beetje de toren. Dus dan hebben we daar een beetje split damage. Dan wacht ik heel lang op die barrel. En dan mis ik er weer. Oké. Okay. Floris is uh, on fire met de barrel placement. Met de zet placement. Dat is echt zo slecht. Hoe kan ik dat nou weer missen? Ik ben steeds bang dat ik hem te laat drop. En daardoor drop ik hem steeds te vroeg. Um, ja, ik moet mine op die vent. Nee, ik kom er niet doorheen weer. Ik kom er weer... Nee, oh, wat, 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 wat een troller. Wat een troller is dat, jongen. Hij dropt hem overal nergens, die uh, barrel van hem. En dat pakte hem. Dat pakte hem dit potje. Ja, dit, dit was niet goed gespeeld voor mij. Want ik miste duizend en twee keer zijn, uh, zijn uh, barrel. Maar deze vent was beter dan die vorige. Ik vond die vorige gast, die had geen skill. Die deed Royal Giant. Ik had een hele, 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 hele domme fout gemaakt. Maar... Um, deze, had wel, deze gast had wel weer skill met zijn barrel. Maar ook weer niet goed gespeeld. Ik moet een beetje inkomen met het de deck. Maar dat wil ik dus niet doen. Ik wil niet van tevoren gaan spelen. Want uh, dat haalt het leuke verrassingselement van het deck eruit. Vind ik zelf. Ik vind het wel lachen, namelijk. Nou, prinsetje hoog. Prinsesje hoog. Wat, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wauw. Oké. Oké. Maar ga jij dat lekker zappen, jongeman. man? Ga jij dat lekker zappen? Heel graag. Oei. Die kanon. Die bevalt mij niet daar. Ik voel iets Nee, hij kan nooit daar een expo mee spelen. vroeger de. Oh, kijk, oh. Nou, Kanon bevalt me niet. In Furnaculous hoorde dat weg. Kanon. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, ik doe even dit. Ik, ik ga sowieso niet in een xbow met Hok. Dat zou nergens kunnen. Maar ik vind zo'n Kanon bevalt me niet. Nee, het is Trifecta. Um, Lumberjack. Trifecta is trouwens voor de mensen die dat niet weten. Hokvider. Valkyrie. En uh, musketier. Zo, dan gaan we dit wegduwen. En dan zijn we heel dom geweest. Want we hebben niet genoeg voor onze. Um, onze Gaan we dit zeppen? Ja, dat gaan we zeker zeppen. Zo. En dan hebben we dit niet lekker verdedigd. We hebben niet onze effülletoren op tijd neergezet. Ja, dan vuurbalt hij dit. Dat vind ik dan weer niet heel verstandig. Ik had dat zelf niet gedaan. Willen we nu sparen voor elixir? Of willen we gaan inzetten? Ehm... Uh, hmm. Hmm, hmm, wat willen wij doen? Wat willen wij doen? Wat willen wij, wij, wij doen? We willen een prinses inzetten, dat is wat wij willen doen, want ik weet niet iets anders. Ik vind het echt lastig met dit deck. Ik heb het gevoel dat ik niet echt een push kan neerzetten. Het is een beetje, nee. Ik voel dat er geen push neer te zetten valt. Ja, ik, ik verwachtte die rookwaarde ieder moment. Hoe komt daar steeds zoveel elixir? Vraagt me wel echt heel erg af hoor. Dat vraagt me wel echt heel erg af. Hoe hij zoveel elixir steeds heeft. Kom op, Torre. Torre, rage eventjes toch weer niet. En toch doet hij weer... Hoe komt hij aan zoveel elixir? Hogweider is 4. Valkyrie ook. Musketeer Oh, Hij wacht gewoon tot 10. Best wel logisch hoe hij aan zoveel elixir komt. Nou ja, hoge push dan maar. Zo. prinses hoog. Hoppatee, en dan gaat hij weer die trifecta push opbouwen. Alhoewel we hier wat damage mee gaan doen. Kijk, die kanon die wilde niet. Hij had liever een Valkyrie gedropt. Die kanon was niet echt zijn plan, denk ik. Dus we hebben daar wat damage mee gedaan. Ik denk dat dit deck echt wel kan werken. Alleen ik gewoon een beetje noep aan het doen ben nu. Um, ja, dan gaan we dit zo doen. Dan gaan we dit loggen. Hé? Wat? 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 Hoe? Heeft hij dat zo op die manier verdedigd. Hé? Nee, joh. Nee, joh. Dat meen je niet. Hoe heeft hij dat zo verdedigd, joh? Dat kan toch niet, man? Hij verdedigde dat hij gooide een vuurbal. Oké, okay, dat, dat zag ik nog wel. Maar dan opeens. Ja, nee, dit is zonde zeg. Deze vent. Ik had deze. Met mijn main deck had ik deze boy gepakt. Dat weet ik 3 miljard procent zeker. Ik speelde weer niet goed. Weer heb ik dit deck niet onder controle. We gaan nog een potje. Ik zei drie potjes. Ik wil gewoon een vierde doen. Ik zak wat in de cups, maar dat me op zich niet heel veel, want ik ga er zo weer overheen. Maar ik wil jullie even laten zien wat de kracht van dit de deck is. En ik heb hem nog niet gevonden. Ik denk dat de kracht is echt het cyclen, cyclen, cyclen. Ik tot die Lumberjack. Ik gebruik hem te weinig voor mijn mening. Oh, nee, 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 nee. Komt hij weer met de hoekwaarde. Hebben we nu de video op tijd? Ja hoor, Floris. Nee, dit, dit is niet het deck. Dit is niet het deck. Dit is mij gewoon die een beetje dom aan het spelen is. Kom, Prins is hoog. Doe wat damage, kom op. Die, die archers moeten we echt uitschakelen, kom op. Eén hit. Uh, kom op, kom op. Uh, net niet weer, hè. En alweer begint hij met een voorsprong, die vent. Ja, zo ziet ons, elk ons potje zo eruit. Nou, wacht. Hij heeft net zijn lock uh, gedaan. Kijk wat hij hier tegen doet. Wat doet hij hier tegen? Heeft hij een zap? Heeft hij een zap? Nee, maar hij heeft een uh, goede verdediging daartegen. Oké. Okay. Um, ik denk dat we niks tegen die Mega hoeven te doen, omdat de Inferno-toren nog staat. Um, of toch wel? Willen we iets tegen doen? Hij is nu. Nee, we willen zeker zeker niks tegen doen. Kijk, daar komt hij weer. Nu ga ik wel op tijd zijn met mijn Inferno ja, 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 op tijd. Oh, wat deed hij, Wat deed hij? Wat deed hij, Hogweidertje? Uh, wat deed die, die, hog die smichtige Hogweidertje? Die draaide eventjes niet om en toen nog net op de tijd wel. Oké. Okay. Um, ja, dan doet hij weer wat damage. Onze infernatoren hebben we niet goed in onze rotatie. Dus ik ga nu even snel kleine dingetjes droppen. Zodat ik mijn uh, infernatoren straks wel gewoon klaar heb. Wanneer hij komt met zijn Hulk Rider. Dat wil ik gewoon hebben. Ik wil mijn infernatoren. Kijk, kijk, nu hebben we infernatoren. We hebben onze infernatoren. Hebben we nu in ons deck. We moeten eventjes wachten. Hopelijk heeft hij nog geen iv Oké, okay, we, nu... we zijn safe. Als hij nu komt, kan ik hem gewoon lekker in het midden doen. Geen probleem verder. Oh, euh, batterij. Geen probleem verder. Kijk, nu kan ik hem in ieder geval in het midden doen. Maar dan komt die Megamine daarop af. Nu heeft hij wel een dikke push. Dan wacht ik eventjes. Dan ga ik dit. Dan ga ik dit wegloggen? Nee, ik ga dit zeker niet wegloggen. Bijna twee elixir verspeeld daar. Kijk, dit is lekker verdedigd. Nu hebben we onze Inferno-toren in het systeem. We hebben hem klaar wanneer zijn hoekwaarde komt. En dat is precies wat wij willen. Dan wacht ik eventjes tot die skeletons weg zijn. Zo, dan gaan we hoger. Dan gooi we een hoger dit. Dan gooien we zo een uh, minetje zo. Dan komt hij met zijn log. Ja, dan komen we nu met onze goblins. Zo. En dan chippen we weer wat uh, damage daar vanaf. Mooi. Dan komen we met onze, onze lumberjack. Die gaat achterin. Uh, ja hoor, maar kijk. Nu hebben we weer die Torre ready. Dit vind ik helemaal top. Gooi ik even een prinses nog een beetje te helpen. Zodat die Hokwaarder er echt niet doorheen gaat komen. Top, oké. Okay. Gaat die log het halen? Die log haalt het wel. Um, nou, dan gaan we even dit achterin doen. Ja, de, uh, maar ik weet het niet. Um, um, zo. Dit splitten we. Dit loggen we. Ik heb nog steeds genoeg elixir voor de Inferno. Kijk, 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 kijk. kijk. Dat is wat wij willen natuurlijk. Dat is wat wij willen. Oh, nee. Die Mega Minion helpt te veel. Oké, okay, die Mega Minion helpt net niet uh, genoeg om de hokwaarder doorheen te laten komen. topje op zich. Oké, okay, doen we Lumberjack hier. Lumberjack hier. Um, Lumberjack gaat, Lumberjack gaat, Lumberjack gaat. Hou die 5 elixir, Floris, hou die 5 elixir. We willen niet dat die Hogweider er doorheen komt. Dat willen wij niet. Oké, okay, dan doen we dit. Loggen we er allemaal achteruit. En dan doen we nu weer een Infernatoren. En een log, mist net de Infernatoren. Nu moeten we oppassen, nu moeten we oppassen. Nu moeten we oppassen. Zet dit, zet dit. Nou, ah, weg, 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 weg. Goblins, goblins, goblins. Dit is overleven. Dit is surviven. Dit is overleven wat we doen. We hebben nu wel onze inferno toren klaar. Dat is dan wel weer fijn. Dan wacht ik zo. En dan gaat hij waarschijnlijk... Ja, hij is nu heel gretig. Hij wil nu echt kosten wat het kost mijn toren pakken. Dan ga ik even die hog Rider wegduwen. Zo. Dan gaat hij dat waarschijnlijk zo vuurballen. Maar dan komt zijn... Uh, ja, komt hij er weer doorheen. Hij probeert het. Hij blijft het proberen. Hij blijft het proberen. We moeten schakelen. We moeten schakelen. We kunnen niet die inferno niet klaar hebben. Dat kan gewoon niet. We kunnen nog één keer. Um, ja, wacht. Ik ga nu de inferno gewoon droppen. Zo. Dan wil hij er waarschijnlijk nog één keer proberen doorheen te komen. 500. Ja. 4. Des. Ik zet dit gewoon. Daar komt ze nog. je 3, 2, 1. Het is net te laat. En wij. Wow. 800 damage. We, we, we gingen goed. We gingen goed. Het is nu 17 minuten. Wil ik het nog één keer proberen? Dat is de vraag. Ik moet zo naar school. Ik zit even te rekenen. 3 minuten. Het kan één potje nog. Allerlaatste potje. Ik vind het een leuk deck. Ik ga dit denk ik een beetje gebruiken. Ik vind het het gaat heel snel. Het gaat heel snel en dat moet je gewoon een beetje oefenen. En als je dat geoefend hebt, kan je misschien gewoon ja, gewoon heel goed mee spelen. Um, wat willen we doen nu? Wat willen we doen? Wat willen we doen? Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Oké, okay, hij doet niks. Wij doen niks. Hij doet niks. Wij doen niks. Tim doet niks. Oké, okay, wij doen wel. Want ik Ik, kan, ik ben niet geduld. Oh, en dan doen we nog de goede kant ook. Die Ice Spirit. Zo, so, dan gooien we een Miner overheen. en doen we een Prinses. Is de Prinses op tijd? Net niet, denk ik. Net, 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 net wel. Mooi. We doen wat damage daar. Kijk eens aan. Oké, okay, Lava Hound. En ik denk dat we deze Lava Hound wel kunnen stoppen. We hebben natuurlijk naast die uh, Prinses en de Inferno niks. Maar die Inferno is natuurlijk wel een hele goede counter tegen Lava Hound. Nu moet hij iets inzetten. Kijk, wel een lekker log dit. Oh, doei, doei, doei. En die prinses blijft damage doen. En dat is zeker wat wij willen zien. Oh. Um. Help. Help, denk ik. Help, denk ik. Dit had ik niet verwacht. Help. Um. Miner uitschakelen. Miner zo snel mogelijk uitschakelen. We gaan wat damage op ons krijgen. Kop, kop, kop. Uitschakelen. Oké, okay, we weten nu dat hij een Minionord heeft. En weer met één push zitten we weer aan het nadeel. We weten wel dat hij een Minionord heeft. Dus ik ga mijn Prinses bewaren voor die Minionord. En een Zepspel natuurlijk. Dus dat moeten we in ons hoofd achterhouden. 10% maakt ons allemaal niet uit. Wat gaat hij nu droppen? Niks. Oké. Okay. Dan gooien wij, weet je wat? We gaan iets leuks doen. We gooien een hoge Lumberjack. Kijk hoe hij hierop gaat reageren. Want die Lumberjack mag je niet alleen laten. Doet hij wel. Oh, kijk die Lumberjack gaan. Oh, kijk die Lumberjack gaan. Heerlijk, heerlijk. Oh, ik wou mijn zap bewaren. Nee. Hij heeft nu toch nooit. Ge... Waarom gebruik ik nu mijn zap? Hij heeft nooit genoeg nu om zijn lava outpush te doen. Dus daarom bewaar ik lekker mijn zap. Ik ga die Fire Spirits toch niet de gang laten gaan. Dan gooi ik even de miner hoog. We hebben onze Princess We're ready. Dat is wat we willen zien. Mooi. Dan ga ik over de Goblins ook om hem druk te zetten. Druk 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 druk. Allemaal druk. Dan gooien we de uh, Princess zo. En dan ga ik, denk ik, die Scarmi laten gaan. Ja, dan gooi ik nu de Inferno-toren. En dan verwacht ik zijn Minion-hoort. Prinses, draai om. Draai alsjeblieft om, Prinses. Draai om, Prinses. Draai om, Draai om, alsjeblieft. Draai om. Oké, okay, ehm. Um, Miner. Miner als tank. Miner als tank. We moeten tank. Tank. Haal dit weg. Haal dit weg. Haal... Waarom log ik dat? Waarom log ik dat? Floris, waarom log je dat? Ehm, um, ehm, um, Zep. Oh, waarom Zep je dat? Waarom Zep je dat? Oh, je bent nu echt slecht aan het spelen. 43 seconden. Prinses neer. Hoge lava hound. Oké, okay, dat is niet zo fijn. Dan gooien we een Inferno toren. Dan gaan we dit. Um, fire Spiriten. Zo. Hè, zo. Ja, ja, ja. Dan gaat, komt die Inferno toren. Dan gooien we even goblins. Puur om um, iets te doen. En dan zappen we dat. Mooi. Prinses neer. Mooi. Um, log neer. Heel gauw, alsjeblieft. Dankjewel. Minertje. Miner. Oh, nee, hij heeft een. Oh, hij heeft, toren, hij, heeft toren, hij heeft die toren. 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 Dan moeten we deze toren pakken. Het is nu of nooit. Zep ja, hit. Prins is hoog. Prins is hoog. Desnoods gooien we een log. Oké, okay, we moeten een log gooien. We moeten een log gooien. Oeh, 3-2-1. Daar komt zijn lightning. Spannend. We zitten in overtime. wij zijn heel erg in het nadeel in overtime. Puur omdat hij een heel duur deck speelt. Of, ja, best wel duur deck speelt. En wij spelen een cheap deck. En cheap deck zijn altijd in het nadeel in overtime. Um, ik denk dat we druk op hem moeten zetten, jongens. Nee, ik gooi Oh, dit, dit, dit ding valt ook uit. ding valt uit. Nee. Nee, jongens. De stress. Dit is stress. Dit is stress. Dit is zoveel stress. Uh, jongens, jullie zien het niet. Ik ben nu aan het stressen. Uh, ik ben... Oh nee. Kom op, kom kop. Kom. Zap dit. hoor oh, wat een mooie zap. Oh, wat een mooie zap. Wat een mooie zap. Oh, dit, dit, dit gaat perfect, jongens. Jullie zien het. Dit gaat perfect. Hoppa. Gooi weer een lumberjack? Gooi weer een lumberjack? Ik weet nog niet of je filmt, dus ik doe het eventjes opnieuw. Oh nee. Laafhound drain. Oh nee. out to drain. Um, Goblins, ik ben een beetje aan het nu. Nee, 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 nee. Oh, dit gaat niet lukken. Ja, op het laatst, jongens. Er kwam te veel op me af. Ik moest. Alles moest ik nog focussen, ik moest kijken. Ik. Ik was helemaal aan het stressen. Ik, dacht, ik zag lava, maar ik moest ook hem opnieuw aanzetten. Want het beeld viel uit. Het was stressen op een next level. En we kwamen er niet doorheen. Dus we hebben drie keer verloren, één keer gelijk. Zeg ik dat goed, dat zeg ik fout. We hebben vier keer verloren, één keer gelijk. Wow, dat zijn weer potjes. Oeh, 22 minuten. We gaan, uh, we gaan lekker lang door. Oké, okay, maar jongens, dit was dus de eerste aflevering van Dek van de Kijker. Ik vond het heel erg leuk. Bedankt meneer de kijker voor jouw dek. Helaas ben ik er niet zo goed mee. Misschien heb je nog tips. Ik ga kijken of ik jouw reactie nog ergens zie. Jongens, laat allemaal jouw dek achter. Degene met de meeste likes krijgt hem. Sorry dat ik niet heb kunnen winnen, meneer de kijker. Maar ja, sorry. Ja, ik, ik kon er ook niet veel van maken. Ik hoop dat jullie we het wel genoten hebben. Ik zie jullie in de volgende video. Tot dan, mensen.